Dag dames en heren. Deze kerk is een bijzondere kerk. Niet omdat ze in neogotische stijl is gebouwd, maar omdat het in ons land de eerste kerk is die tot basiliek werd verheven. Dat is in mei 125 jaar geleden. De kerk is heel stichtelijk en bezienswaardig. En dat interieur, dat gaan we nu bekijken. Veel bezoekers hebben dankbetuigingen en smeekbeden laten plaatsen. Pelgrims uit de nabije en verre omtrek. ...125 jaar basiliek, daar horen eretekens bij. Het klokje, het tintinnabulum, met de naam van de kerk. Het klokje kan in processie meegedragen worden. Het andere ereteken, het conopeum, een half dichtgevouwen scherm. Het conopeum kan ook in processie meegedragen worden. Voor mensen die van religieus toerisme houden... is de basiliek een geliefd object. Het NCRV-kerkenpad van 1983, mede georganiseerd door de VVV Sittard, was een grote stimulans om te trachten het religieus toerisme te promoten. Belangstelling voor het Oude Testament? Koning David, die in zijn jeugd de reus Goliath versloeg, voorvader van de ongeveer 1000 jaar later geboren Jezus. Salomon, opvolger van David, bekend om zijn wijsheid en zijn Salomons oordeel. En het citaat, een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Aan de andere kant staan 8 sterke vrouwen, bijvoorbeeld Rebecca. Ze was de schoondochter van Abraham, de vrouw van Isaac en de moeder van Jacob. Een andere wijze en moedige vrouw was Judith. Zij maakte de slapende generaal Holofernes onschadelijk en voorkwam zo bezetting door de Assyriërs. Wil een bezoeker liever het leven van Jezus? Dit is een steen uit de geboortegrot van Bethlehem, waar Jezus geboren werd. De tekst staat er in het Frans op. De 4 evangelisten geven een beschrijving van Jezus' leven. Enkele gebeurtenissen. Laat de kinderen tot mij komen, ze zijn spontaan en nog onschuldig. Ook spontaan, maar iets minder onschuldig is de Samaritaanse vrouw. De vrouw, onrein in de ogen van de Joden, is zeer verbaasd dat Jezus haar niet veroordeelt. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Deze nagel is een verzegelde kopie van het soort nagel waarmee de Romeinen de veroordeelde kruisigden. Boven de nagel is een deel van het opschrift te zien. De kruisdood van Jezus is de triomf over het kwaad. Het kruishout bloeit. Aan het kruis zien we gouden bladeren, symbolisch voor de vruchten van het kruis. De diep bedroefde moeder met haar gestorven zoon. Dit kunstwerk staat hier als een poging om ouders die een kind verloren hebben te troosten. Het beeld is een kopie van een jeugdwerk van Michelangelo. Deze steen is afkomstig uit de kerk van het Heilig Graf. De heilige Helena zou op deze plaats het Heilig Kruis gevonden hebben. De meeste aandacht gaat uit naar het genadebeeld. Hier staat de ongeveer 12-jarige Jezus voor Maria. Hij wijst naar zijn hart en naar Maria. Dat is de verklaring van de titel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Maria maakt het gebaar van vrijgevigheid. De zusters Ursuline gaven architect Keizer in der tijd opdracht in zo mooi mogelijk Maria-heiligdom te bouwen.
De bouwkundige liet zich inspireren door de kathedraal van het Franse Laon. Hij gaf aan zijn ontwerp een eigen tijds eclectisch karakter, een compositie van een aantal middeleeuwse kunststijlen. Keizer was bouwkundig en artistiek een uitstekend architect. De ruimtewerking is verrassend. Hij wist een ruimte te scheppen waarin een mysterieuze, mystieke sfeer volledig tot uitdrukking komt. Door de dichte bebouwing rond de kerk was geen plaats voor een toren. Keizer bouwde een vieringtoren die tot een hoogte van 60 meter reikt. Binnen geeft de toren een extra dimensie aan de ruimtewerking. Het kerkmeubilair, biechtstoelen en kerkbanken is gemaakt door atelier Raammakers uit Geleen. Er is veel kopersmeedwerk, zoals deze communiebank met de symbolen van de evangelisten en in het midden een afbeelding van het Lam Gods. Opvallend veel stukken, meestal geschenken, komen uit Brabant en Noord-Holland. De dankbaarheid en het vertrouwen van andere pelgrims zijn aanstekelijk. Ze werken sfeerverhogend. In dit schrift kunnen bezoekers hun noden en of hun dank opschrijven. Elke dag rond 4 uur bidden de zusters de rozenkrans tot hun intentie. Het blauwe boekje, het oudste tijdschrift van ons land, houdt belangstellenden regelmatig op de hoogte van de basiliek en haar activiteiten. Dit is het einde van de kleine rondleiding. We hebben een aantal stichtelijke en bezienswaardige zaken gezien. Maar u kunt zelf ook gaan kijken, want de basiliek is elke dag geopend, behalve op maandag. Dag dames en heren, degenen die de vorige uitzending van ons over de basiliek hebben gezien, weten dat we bezig zijn met een terugblik op de uitzendingen van de NCRV, het Kerkenpad. Nu, in dit jaar van het religieuze erfgoed, is dat zeer zinvol. De actieve VVV Sittard heeft ons een gidsje gemaakt en dat volgen we om overal zo snel mogelijk bij de monumenten en in de monumenten te komen. Het volgende bezoekdoel was het Mariapark. Het park is nu in restauratie, daarom geen opname van het park. Om de sfeer nog eens te proeven, een paar foto's van Kerkenpad. We lopen langs het 17e eeuwse Dominicanenklooster. Tegen de zijgevel van de Michielskerk staat een beeld van Sint-Jozef. Een beeld uit 1950 van Charles Vos. Het beeld heeft een levendige uitstraling, een ideale opmaat voor deze kerk. Konden we bij ons bezoek aan de basiliek terugwijzen op de Romano-gotische inspiratiebron? De versieringen van deze Renaissance-barokkerk voeren ons terug naar de bouwkunst van de klassieken, Grieken en Romeinen. 5 orden kenden de klassieken: Dorisch en Toscaans, de eenvoudigste. Jonisch, in versiering met voluten of draaiingen, sommigen noemen het ramshoorns. Corinthisch is een versiering met acanthusbladeren. Composiet is een combinatie van Corinthisch en Jonisch. We bekijken de voorgevel en we zien Toscaans, Jonisch, composiet. De driehoekige daktympaan is ook uit de klassieke bouwkunst overgenomen.
Bij een kerk staat er uiteraard een kruis op. Twee Ionische zuilen en een timpaan accentueren de ingang. Boven de ingang staat de patroon van de kerk, Michaël, de strijder tegen het kwaad. Komt het interieur van de kerk overeen met de voorgevel? We gaan kijken. Het hoofdaltaar, de preekstoel en de lambrisering zijn belangrijk. Enkele putti, kleine engeltjes, dragen de kroon boven de heilige drie-eenheid. De zoon als het lam gods op het boek met de zeven zegels. De kerk is door de Dominicanen gesticht. Twee Dominicaanse heiligen zitten op de beste plaatsen in de hemel. Links, dat was de heilige Catharina van Siena, het grote voorbeeld van Sint Rosa, en rechts, met het anker, de heilige Rosa, patrones van Sittard. Dat is marmerstuk. Dat is niet van echt marmer te onderscheiden. Bekroond met composietkapitelen. Tussen de zuilen staat heilige Michaël. Hij staat op het punt de vijand met een bliksemschicht te verslaan. De preekstoel rust op een vrouwenfiguur, symbolisch voor het geloof. Op de kuip staan Christus en enkele kerkleraren afgebeeld. Boven op het klankbord, gedragen door twee engelen, staat het wapen van de adellijke familie Eisen, met als helmteken een meermin. Bij de decoratie van deze kerk hebben beeldhouwers de christelijke symboliek tot leven gebracht. Veel Zuid-Amerikaanse bloemen en planten waren hier in die tijd nog onbekend. Deze dubbele deur gaf toegang tot de kruisgang. Een doorlopende lijst van meer dan 50 meter beeldhouwwerk. Een peer, een symbool voor de vruchtbaarheid. Dan de exotische granaatappel. Na de bloem, de Zuid-Amerikaanse mais, symbool van overvloed. We vinden in de lambrisering ook aanduidingen van onheil dat mensen kan overkomen, voorgesteld als een serpent. Maar er is ook bemoediging te vinden. Deze engel met een ladder kan je goed helpen met je problemen als je in de put zit en wat extra bemoediging nodig hebt. Vanaf de ingang links staan de vrouwelijke heiligen, bijvoorbeeld de heilige Maria Magdalena, met een grote traan als berouw voor haar zonden. De heilige Rosa met rozen en lelies. Aan de andere kant staan mannen. De heilige Dominicus, de stichter van de orde. De zeer geleerde Thomas van Aquino. Paus Pius V bad tijdens de zeeslag van Lepanto de rozenkrans. Vanaf dat ogenblik gingen de Dominicanen het rozenkransgebed promoten. De Dominicanen verstonden de kunst van promotion. Op de markt, aan de voorgevel van de kerk, tonen zij levensgroot hun ideeën. De verering van Maria door het bidden van de rozenkrans. Men kan zien hoe Maria de rozenkrans aan Dominicus geeft. In de kerk is het iets subtieler afgebeeld. De Dominicanen hadden een merkbeeld, honden. Dominicanes betekent honden van de Heer. En zo noemden zij zich. Ook in de voorgevel zie je hun merkbeeld. We blijven nog even bij de voorgevel. Sint Rosa. Door haar voorspraak werd Sittard in 1669 verlost van een besmettelijke ziekte die veel slachtoffers eiste. Aan de andere kant staat Sint Ignatius, de stichter van de Jezuïtenorde. Deze orde nam na het vertrek van de Dominicanen kerk en klooster over. Ook maakten zij gebruik van het bestaande Jezusmonogram. Twijfelt nog iemand over de klassieke invloed? Kijk dan naar de kroonluchter. Daar zit de Romeinse god Jupiter met zijn kenmerkende bliksemschicht en de adelaar. En dat leeuwtje? Is dat een Romeinse leeuw? Nee hoor,
Hij staat daar als herinnering aan de gebeurtenis op Sint Rosa zondag in 1938. Tijdens de hoogmis liep een Circus Leeuw de volle kerk in. Dat was wereldnieuws. In Italië werd deze gebeurtenis theatraal afgebeeld. In Sittard kon iedereen het navertellen. We hebben de Michielskerk bezocht. We hebben gezien de invloed van de klassieken, van de Romeinse en Griekse bouwkunst. In deze kerk uit de 17e eeuw. Ons gidsje raadt ons aan nu naar de Rozenkapel te gaan. Dus op naar de Kolleberg, maar dat ziet u in een volgende uitzending. Tot zover, bedankt voor het kijken.